Vrienden, daar zit hij. Kijk hem lachen. Kijk, je denkt natuurlijk, hij komt van een onbewoond eiland. Dat is niet zo. Nee, ja. Die heeft meegedaan aan Robinson, weet ik veel wat, hoe dat ook al heten mag. Dat is niet waar. Hij is gewoon thuis. En Björn van de Doelen. Ja. En, god, Björn, wat is er gebeurd? Ook als ik kijk naar mezelf en ik kijk naar jou. Ja, dat is wel wat gebeurd in 20 jaar, hè? Dan zijn we een beetje veranderd, zeg. Leren. Sommige mannen worden alleen maar knapper dan maar het zou voor Harry. Oeh, is dat bij mij? Dat is bij mij niet zo. Mijn spiegel kijkt weg, hoor. Maar ik vind bij mezelf wel. Jij speelde 7 jaar lang voor PSV. Ja, 6 seizoenen. 6 seizoenen? Ja. Goed. Feyenoord-PSV komt eraan. Hoe vaak heb jij niet Feyenoord-PSV gespeeld? Nou, daar valt wel mee, want ik zat bij PSV toch wel veel op de bank, moet ik zeggen. Hij zat op de bank. Ik heb de wedstrijd tegen Ajax, daar ben ik wel regel, maar heb ik veel gespeeld. Ja. En Feyenoord heb ik weinig gespeeld. Volgens mij toen ik net bij de selectie zat, toen ik jaar of 18 was thuis. Het Feyenoord met De Wolf en zo en Blinken, je kent ze wel, hè? Goede team toen. Feyenoord PSV, wat denk jij ervan? Wat moeten we hiervan denken? Ik vind ze aanvallend wel heel veel kwaliteit hebben. Ze hebben dat is waar. Ja, met Malen en ik weet niet of kan Gakpo al meedoen eigenlijk of niet? Weet ik ook niet. Wel één van mijn favoriete spelers eigenlijk. Ik vind hem wel heel erg compleet en eigenlijk altijd gevaarlijk. Ook al zit hij wel eens een keer wat minder in de wedstrijd, dan komt er toch altijd wel weer gevaar vanuit. En ik hou wel heel erg van wat ze graag willen, dat druk zetten. Ik had als speler zelf ook, hè, liefst naar voren verdedigen. Ja. Het gaat nog wel eens fout, maar ik denk, zoals PSV zich al een aantal keer heeft geprofileerd met hoog druk zetten en het pas aan gaan. En een Feyenoord zoals ik het ken, een advocaat die daar trainer is en als ik zie hoe hij graag speelt. Denk ik dat het wel in ieder geval een leuke wedstrijd wordt om naar te kijken. Dat er twee ploegen zijn die er in ieder geval opkletsen. En niet heel voorzichtig bezig zijn met niet verliezen. Tenminste, dat is wat ik een beetje van verwacht en vooral van hoop. Dat zie jij gebeuren. Jij ziet een leuke wedstrijd. Ja, ik ben toch steeds wel. Kijk, dan krijgen we die twijfel weer. Ja. Weet je wel? Ja. En niet. Ja. Ik ken Feyenoord niet goed genoeg. Maar PSV is. Ik ben natuurlijk nog steeds een beetje PSV supporter. Hè? Natuurlijk, dat begrijp ik. Ja. Ik zeg dat PSV gaat winnen. Oh. En ik denk, en ik hou van ruime cijfers. Ja. Dat PSV wint met 4-1, denk ik. vind ik. Dat is vrij ruim, Björn. De wens is bepaalde van de gedachte. Ja, ik heb een goed gevoel bij je. Weet het niet, hè? Ik ben een positieve denker. Ja, nou, daar is geen twijfel over. Ik bedoel, gelijk up, 4-1, geen gelul. Feyenoord heeft natuurlijk een hele slechte generale, ik bedoel, tegen Heerenveen. Ja. Het zag er niet uit. Dat was niks. Nee. En eigenlijk was PSV tegen Emma ook niet geweldig. Hè? Pas op het eind helemaal met moeite tegen Emma. Hallo. Ja, Ik ben de enige volgens mij die ze goed vond spelen tegen Emmen. Ze scoorden alleen. Ze hadden wel heel veel kansen. Ja. Gevaarlijk geweest. Ik vond ze tegen. Ik heb... Wacht even. Jij vond ze goed tegen Emmen. Ja, ik ben de enige. Wat is dit, zeg hé? Kan leren. Hij heeft inderdaad beste vrienden. Heeft hij een tijdje op een eiland gezeten, hoor? Ja. Wat is er gebeurd? Dat was Björn. Ik vond ze uitstekend spelen. Uitstekend. Als ze met 4-0 hadden gewonnen, dan had niemand er iets van kunnen zeggen, toch? Oké, nou, als jij vindt dat PSV geweldig was tegen Emmen, dan gaan ze dat tegen Feyenoord weer doen. Ja. En dan gaat gewoon PSV winnen. Ja, als ze net zo Feyenoord net zo kunnen controleren als dat ze Emmen gecontroleerd hebben, dan wint die wedstrijd. Hey. Feyenoord is wel even wat anders dan Emmen. Ja, dat weet ik. Oh. Maar daar gaat het even niet om. Oh, daar gaat het niet over. Daar gaat het niet om. Het is, als ze het voor elkaar krijgen om net zo snel druk te zetten en de bal te heroveren tegen Feyenoord, tegen Emmen. Want Feyenoord is toch ook geen geweldige ploeg, Harry? Nee, die hebben tegen Heerenveen heel slecht gespeeld. Hey, zag ik nou een grote tattoo op je arm? Ja, daar is. Kaleren, wat is dat, joh? Laat eens even zien, man. Wat is dat allemaal? Ik hou van die oldschool plaatjes.
Weet ik veel, oldschool plaatjes. Ja. En wat is dat dan? Het is een of andere vrouwenafbeelding? Dat is een vrouw, ja, ik heb meerdere vrouwen. Oh, vrouwen heb je op je arm staan. Kijk, dit allemaal. Dat is... Oh ja, ja, zoals Marilyn Monroe, ja, van die oude filmsterren, ja. Deze zie ik, kijk, die is voor ons moeder. Ja, die moet je even iets hoger houden, iets hoger. Ja, ja. Wat, ja. Oh, die is voor je moeder? Ja, die is voor mijn vader. Dat is voor je vader? Ja, dat is een schip. Zo, ja. Kindjes, mijn voor zus. Kindjes. Voor mijn meisje. Ja, jongen. Ja, je bent aardig. Je moet iets met de vrije tijd. Hè? Oh, hey, doen aan. Je mag niet meer in de buurt van een inkpot komen, hè? Denk erom. Ik ben of, ook, of we gaan je ballpoint afpakken. Nee. Ja, ik ben klaar nou. Ik ben wel klaar. Ja. Ja. Hey, goed, luister even goed. Dus het wordt 4-1 voor PSV. Dat is duidelijk. Ja. Ja, al mensen in Rotterdam, het spijt me verschrikkelijk, maar Björn heeft zo gesproken. Maar luister, je bent dus druk bezig met muziek ook, altijd geweest, een tijd lang al. Ja, 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 ja. En hoe heet de band? Wat zeg je? Hoe heet de band? Björn van het Doelen en de Huursoldaten. Kijk, en de Huursoldaten. Heb je daar een gitaar staan? Ik heb een gitaar staan, ja. Ja, dan ga eens even wat zingen voor mij dan. Zal ik iets voor jou zingen? Wat Kijk, ik ga die gitaar pakken. Ja. Jij. En de Huursoldaten. Nou. En wat zou jij dan voor mij willen spelen dan? Ons moeder die... Ik heb... Ja, ons moeder. Hè, dat zeggen ze allemaal in Brabant. Hè. Ons moeder, ons wel. Ons vader, ons moeder. Ja. Ons wel. En ik heb... Toen ik 14 was, ben ik naar het PSV-internaat gegaan. En... ons moeder vond het heel lastig destijds. Dat ik de hele week van huis was, die miste mij heel erg. En iedere avond belden we elkaar, doen we nog steeds. Iedere avond elkaar even bellen. En nog steeds noem ik dat naar huis bellen trouwens. En ieder weekend was ik thuis. En iedere zondagavond gingen onze moeder en ik samen een blokje wandelen. Een blokje om noemde dat. Arm in arm. Arm in arm. Arm in arm liepen we dan door de wijk heen. En dan kletsten we een beetje bij buurten noemen we dat. En met duim in de kop heb ik dit liedje voor je geschreven. Jongens, daar komt ie, hè. Björn, speciaal voor zijn moeder in het Brabants. Daar gaan we, hè. Moederke lief, kom in met een arm. Dan wandelen we de koude avond in. En dan hou ik u wel. Moederke lief. Kom in met een arm. Een blokje om en we buurten waarbij. En ik hou wel. Ja! Goed voor ons moeder. Ja, voor ons moeder. Nou goed jongen, het is goed je gezien te hebben. Wederzijds, leuk. Ja, hartstikke leuk. Het gaat je heel erg goed. Ja, ook. We spreken elkaar zeker nog een keer in de toekomst. 100% zeker. Komt goed, geniet ervan. En Adieu. Yo, adieu.